In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Marleen. Zij is intersexe. Mannen- of vrouwentoilet? Vrouwentoilet. Hij, zij of hen? Zij. Mannelijke of vrouwelijke hormonen? Vrouwelijke hormonen. Wel of geen anticonceptie? Niet nodig. Intersexe of hermafrodiet? Intersexe. Wat is intersexe? Intersexe is eigenlijk dat iemand biologisch gezien niet in het hokje man of vrouw past. Dus ergens met zijn lichaam daar tussenin zit. Ik had XY-chromosomen, maar bij mij heet het androgeen ongevoeligheidssyndroom. Dus ik ben helemaal ongevoelig voor mannelijk hormoon. Dus mijn lijf is zich... Het is een ingewikkeld verhaal. Dus iedere normale man heeft een beetje vrouwelijk hormoon. En iedere normale vrouw heeft een beetje mannelijk hormoon. Daarom hebben normale vrouwen ook zo haar en schaamhaar door het testosteron wat zij hebben. Omdat ik helemaal ongevoelig was voor het mannelijk hormoon, is mijn lijf zich gaan ontwikkelen met dat beetje vrouwelijk hormoon wat er was. En ben ik aan de buitenkant een meisje geworden. Maar dan dus is dat niet genoeg hormoon om een baarmoeder te maken en eierstokken. En ook niet genoeg hormoon om de puberteit in te komen. Want dan krijg je normaal komen dan de secundaire geslachtskenmerken, noemen ze volgens mij, met hormonen op. Maar dat is niet genoeg hormoon om dat te laten groeien. Dus vanaf mijn tiende moet ik en nog steeds vrouwelijk hormoon slikken. En daardoor heb ik borsten gekregen en een soort van puberteit, geloof ik. Maar meteen was ook het beleid van het ziekenhuis dat... Er werd gezegd, het is het beste als je daar niet over praat met mensen. Dus... Jeetje, Mina. En dat is eigenlijk zo erin blijven zitten van je mag hier met niemand over praten. Maar dat gevoel van anders zijn, dat zit zo diep of zo, waardoor het zo lang duurt voor interseksen bekend wordt. Hoe ging je ermee om als tiener? Eén groot feest. Ja, ja, precies. Nee, moeilijk. Ik vind mijn tienerjaren nog steeds wel het moeilijkste, ook als ik daaraan terugdenk. Want ik ben vanaf mijn tiende in fases ingelicht. En volgens mij was ik op mijn twaalfde helemaal ingelicht. Maar altijd met het idee, ik mag hier niet over praten. Dus... Hadden jouw ouders dat ook echt zo tegen jou gezegd? Van ja. Wij hebben dat advies gekregen, dus... Ja. Wat ik ze ook een tijdje kwalijk heb genomen, maar... Uiteindelijk nu ook begrijp dat zij ook maar deden waarvan ze dachten, ja, dit is waarschijnlijk het beste voor je, want dat zeggen al die mensen in het ziekenhuis. Maar wat doet dat met je? Dat je gewoon zo lang zoveel liegt over wie je bent? Ja, dat vind ik nog steeds het moeilijkste van dit hele gedeelte, eigenlijk van dit hele intersexe zijn. Dat ik uiteindelijk tot mijn 26e niet open ben geweest over wie ik ben en pijn waarvan ik nu denk, die was ook helemaal niet nodig geweest. Want als ik het nu tegen mensen zeg, dat iedereen zegt, ja, jij bent er gewoon alleen. Wat maakt het nou uit hoe jouw genen of chromosomen zijn? Je zegt toch nooit bij iemand, oh, ik vind je chromosomen niet zo leuk. Of... Heb je het ook nooit geprobeerd tegen iemand dat je zei... Ja, zeker op die leeftijd, als die puberteit dus zo bezig is, dat ik dat uiteindelijk niet meer trok en dus een aantal vriendinnen heb verteld met mijn ouders in de ruimte ernaast om te zorgen dat mocht nou iemand dus inderdaad echt helemaal vip en rare dingen tegen mij zeggen. Ja, zo bang waren wij dus allemaal, mijn ouders ook. En uiteindelijk reageerden zij super lief en heel fijn. En dan was dat even zo'n moment van, oh ja. Maar dat waren dus af en toe zo sporadische momenten dat ik dan dus, omdat ik het dan niet meer trok, iemand iets vertelde. Maar, en dan vervolgens, zorg wel dat je tegen niemand vertelt, want... Ja. Andere mensen mogen dit echt niet weten. Ervaar je druk van de maatschappij om in een hokje te moeten passen? Nou, ik denk dat ik dat meer zelf doe, eigenlijk. Dat ik zelf me prettig voel door gewoon als vrouw door het leven te gaan. En dat ik me zo lang normaal, of juist niet normaal of anders heb gevoeld. En het fijn vind om me dan dus wel te schikken naar vrouw. Ja, maar dat is ook een reactie op de maatschappij die zo is ingedeeld dat
Anders dan had jij dat niet gevoeld. Nee, dat is volgens mij dus een reactie op dat wat er gebeurd is mijn hele leven. Dat je je dan gewoon... Ik durf dan nu in ieder geval niet me heel vrij in... Of nog niet misschien. Misschien op een gegeven moment wel. Maar heel vrij in mijn gender te bewegen. En dan ineens mijn haar eraf te doen. En helemaal een dag super mannelijk te kleden. Denk je dat als die hokjes van de maatschappij er niet zouden zijn, dat je je heel anders zou gedragen en eruit zou zien? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar, het is in ieder geval, ik kan wel zeggen dat ik dus niet veel moeite heb met het hokje. Ik weet niet of ik anders zou kiezen op het moment dat de hokjes anders zouden zijn. Maar ik kan me wel nu goed voelen in het hokje vrouw. Ik denk ook dat het hokje vrouw iets makkelijker is om een beetje in te schuiven met gewoon jongenskleding aandoen of whatever, dan dat het hokje man dat zou zijn. Kan je wel seks hebben? Hoezo moet je daarom lachen? Ja, ik vind, dat is sowieso toch als iemand dan iets heeft of is wat we niet kennen, dat we dan heel vaak benieuwd zijn, maar hoe heb je dan seks? Ik ben dus geboren gewoon met de uitwendige geslachtsdelen zijn gewoon zoals bij andere vrouwen, dus met de clitoris en schaamlippen. Maar de vagina had dus wel een begin, maar stopte dan meteen omdat die daar nergens naartoe ging. Dus dan snap ik de vraag wel. Ja, dus want misschien zat het wel gewoon zo potdicht. Ja, precies. Maar toen moest ik vanaf mijn 15e dat met ijzeren staven of palotten, zoals we in het ziekenhuis zeggen, op gaan rekken. Is dat een beetje te doen dan? Of is dat echt een moeilijk en raar proces? Ja, een moeilijk en raar proces. Maar dus deels omdat het lichamelijk gewoon ongemakkelijk is dat je met een ijzeren staaf in je vagina moet duwen. En ik vind het nog, als ik er nu over nadenk, vind ik het gewoon eigenlijk heel raar dat niemand ook aan mij de vraag heeft gesteld of ik een vagina wil. Want het is ook totaal een soort van hetero idee. Je ziet eruit als vrouw, dus je moet een vagina hebben, want er moet een piemel in passen. Ja. Terwijl, oké, ik heb een clitoris, dus ik had ook gewoon klaar kunnen komen en van seks kunnen genieten zonder die vagina. Waarom moet die gangen überhaupt zijn? Ja, precies. Want het is echt best wel onnatuurlijk om dat eens helemaal op te gaan rekken. Alleen maar voordat die piemel erin past. Dus ik... hoe ik dat gedaan heb, dat hoop ik niet dat andere mensen dat ook nog hoeven doen. Zijn er nadelen aan intersexen zijn? Misschien wel een goede vraag, want ik kan natuurlijk heel erg zeggen, ja, mijn hele jeugd en puberteit had ik gewoon niet zo gewild. Maar als we dus even in een ideale wereld leven... Ik wil wel weten van wat was dan, als je daarnaar kijkt, dus naar jezelf, wat was het grootste nadeel voor jou? Het er niet over mogen praten, het liegen erover, niet mogen zijn wie je bent. Vanaf je 10e hormonen slikken die je de rest van je leven moet blijven slikken. En geen kinderen kunnen krijgen. En dat is nu op dit moment sowieso een soort ding waar we eigenlijk als intersexe mensen voor nastreven, is dat er gestopt wordt met opereren. Want wat vaak gebeurt, nog steeds, terwijl het eigenlijk niet meer... Het is niet meer het vaste beleid, maar dat is als een kind geboren wordt waarvan niet duidelijk is of het een jongen of meisje is, dat nog wel vaak gestuurd wordt naar een operatie. Omdat dan gezegd wordt, ja, maar het is fijn voor het kind als het normaal op kan groeien. Want intersex is nog zo onbekend dat je wel best wat van dat kind vraagt op het moment dat je dus niet opereert. En het dus echt als intersexe lichamelijk ook laat opgroeien. Dan krijg je dus inderdaad, in welke kleedkamer gaat iemand... Et cetera. Maar ik denk jij krijgt die klap veel later in je terug. Ja, precies. Maar ik denk wel dat we moeten stoppen met die operaties. Omdat je gaat als arts of ouders een keuze maken bij een baby of later. Terwijl dat misschien helemaal niet matcht met hoe iemand zich later voelt. Ik stem ervoor om gewoon helemaal niet meer te opereren. En dus die maatschappij te veranderen met het idee... Hé, er zijn ook intersexe mensen en dat is oké. Okay. Alleen, dat is natuurlijk een beetje de vraag... Ja, durf je dan die jonge generatie al in op te laten groeien, terwijl die maatschappij nog zo onwetend daarover is? Nou, de enige manier om die maatschappij te veranderen is door die mensen er te laten zijn. Ja, precies. Niet door te veranderen. Ja, want niemand is ook eigenlijk ziek. Iedereen is gewoon gezond, maar het is gewoon ons beeld dat het niet normaal is, waardoor je gaat opereren in die mensen. Althans, de meeste mensen zijn niet ziek. Dus
dat moeten we gewoon zo houden en ze daar vrij in opvoeden. En dan wel sterk maken met, hey, de maatschappij is misschien nog niet helemaal daar, maar we komen daar wel. En je bent oké zoals je bent. Ja. Laat in de comments weten wie jij hier graag zou willen zien. En ben je benieuwd naar het hele gesprek met Marleen? Check dan de podcast via de link in de beschrijving. Dat was hem. Soja of havermelk? Haver. Ja, echt? Ik vind soja echt niet lekker. Oh, ook echt niet. Dat is wel lekker hip. Als het niet is, dan... Ja, het klinkt gewoon leuk, toch? Cappuccino havermelk. Ja, het klinkt heel gezellig. Dat was het eigenlijk wel.